Naast de aan te leggen parkeerplaatsen in het nieuwe plan voor de VND en HM komen er al eerder nieuwe parkeerplaatsen in Ude. In totaal worden er binnen nu en twee jaar 690 parkeerplaatsen gerealiseerd in het centrum- en directe omgeving. Nog dit jaar komen er 80 parkeerplaatsen aan de Tienstraat achter het politiebureau. En als de Bedier in 2014 verhuisd is, komen er daar nog eens 40 bij. Op de hoek van de Berginessenstraat en de Sint-Janstraat worden er 130 aangelegd. Naast café Sergeant Pepper ligt nu een tijdelijk parkeerterrein, dat vervalt als er gebouwd wordt. Daarom wordt op de plek van de oude gymzaal van de Jozefschool een nieuw terrein aangelegd met 55 plaatsen en bij de Lidl komen 10 extra plaatsen. Verder komen er aan de Birgitinesse straat 20, aan de Pastoor Spieringstraat 60 en aan de Kerkstraat 75 bij.